Bianca Roosterboom, Vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Nee. Ik ben natuurlijk een van de ervaren rijders. Ik ben al 4e op het WK geweest en wel 8 keer in de top 8. Maar ja, marathon, dat is echt mijn ding. En vooral natuurlijk de eindsprint. Ik ben er zo goed als 2 jaar uit geweest na de hersenschudding in Barcelona bij het WK 2 jaar terug. Dus ja, je komt wel op zo'n leeftijd van ja, ga ik nog door of niet. Maar ik wou mijn carrière niet eindigen met corona. Dus ik heb in ieder geval deze gewonnen en ook met de ploeg. En hier ben ik heel blij mee en ik hoop dat er nog meer volgen. Was dit een perfecte koers voor jou, zoals het nu verliep? Nou, het was wel een zware, want ze weten natuurlijk, ze willen niet met mij naar de streep. Want ik ben nog steeds een van de snellere. En je zag het eigenlijk al wel een beetje op de piste, want ik heb 3 jaar niet op de piste gereden. En dan zag je al dat ik op de sprint en op de lange aardige snelheid had. Dus ik denk, ja, op de marathon kom ik dan meer tot mijn recht, omdat ik ruimte heb en een lang recht stuk. Dus ze probeerden me wel te slopen, maar ik kon zelf aardig ook nog een paar keer het gat dichtrijden en meespringen. En Bo ook, dus we waren met z'n tweeën, dus dat ging goed. Ja, het was best een tactische wedstrijd volgens mij, met koppeltje van Palette in de kopgroep en ook de dames uit Friesland. Ja. Ja, toch best wel een steekspel. Ja, weet je, Friesland is natuurlijk vooral in de meerderheid, dus dat is sowieso lastig. Maar wanneer het parcours groter wordt, hebben wij ook meer ruimte, dus dan kun je er iets makkelijker langs dan op een piste. En je had natuurlijk Palette met Ineke. Ja, weet je, Ineke moet je niet een groot gat geven, want dan blijft hij weg. Dat is echt zo'n een diesel, die zie je niet weer. Dus dan wordt het gat moet gelijk dicht. En het ging eigenlijk een beetje om en om, een spelletje. En op een gegeven moment, ja, de ronden stellen af natuurlijk. De sprint komt steeds dichterbij. Wanneer denk je, weet je zeker dat het op die sprint gaat uitdraaien? Nou, eigenlijk nog niet. Met 4 ronden te gaan wist ik het nog niet. Want we gingen de hele tijd wel, elke keer probeerden mensen weg te komen. En ik denk, als er maar 1 iemand een gat heeft met de juiste personen, dan rijdt het niet meer dicht. Maar ik had wel zoiets. De laatste 6 ronden, ik spring overal mee. Want als ik overal meespring, zit ik sowieso overal bij en is de kans op een massasprint groter. Ja, en die massasprint kwam er. Ja, de kopgroepje. Vanuit de kopgroep natuurlijk, ja. met 9 vrouwen. Toch, ja. best een grote groep natuurlijk. Ja. Ja, hoe ging die sprint? Nou, ik zat op een gegeven moment, zat ik 6e met 3 ronden te gaan. En Bo die trok eigenlijk de sprint aan, maar ik zat niet achter haar. Dus gelukkig kon ik Bo waarschuwen en had ze het zelf ook door dat ze van kop af moest, zodat ik naar voren kon schuiven. Dus dat pakte perfect uit en het laatste rechte stuk kwam ik er langs en ik zat natuurlijk op de perfecte positie.